In de bibliotheek van Sint-Anne zijn er sinds kort telescopen te leen. Dit om het belang van duisternis onder de aandacht te brengen. De donkerte is heel belangrijk voor de meesten om een dag- en nachtritme er wat in te houden. En met zo'n telescoop ja, je krijgt veel meer kennis van de, de sterren. Want ik ja, ken de maan, maar dan houdt het ook op. En zo kun je er meer van, van leren. Het is onderdeel van het project Donkerte van de Wadden. Dinsdagavond demonstreerde wetenschapper Theo Jurriens de telescoop. Nou, het is vooral mooi om bijvoorbeeld te kijken naar de kraters op de maan. En zeker uh, bij halve maan zie je heel mooi de schaduwspellen in die kraters. Jupiter uh, kun je de maantjes mooi zien. Saturnus kun je de ring van Saturnus zien. Dus echt een mooi klein telescoopje om eens de hemel om je heen te verkennen en de 40 belangstellenden die afkwamen op de sterrenkundewandeling... zijn van alle leeftijden. Ja, maar als je goed kijkt, zie je het puntje als een schijfje, hè? Ja. Ja, ja de, de venus. En hoe zat dat er dan uit? Een stipje. Ah. Heel iets. Met het Donkerte op de Wadden project... hoopt Juriens op meer waardering van de duisternis in het noorden. Enerzijds toch het besef. Dat je op een mooi donker plekje woont en waar je van dus kunt genieten. En anderzijds ook toch een stukje nieuwsgierigheid. En je weet uh, dat we op die manier wel jonge theo'otjes vinden die later ook iets willen gaan doen met sterrenkunde.